hoop geroezemoes nog, klinkt gezellig. Goedemorgen, namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten hier in onze mooie Witte Kerk. Ook een hartelijk welkom voor alle gasten en iedereen die op een andere manier deze dienst of op een later tijdstip met ons meebeleeft. De predikant vandaag is dominee Marnix van der Zeis. En op het orgel speelt voor ons Wiebe Kooijmans. Diaken van dienst is Nel Zuurveen. En de schriftlezingen zullen worden verzorgd door Hilde Honderd. Mijn naam is Arwoud Huigen en ik ben uw ouderling van dienst. Ik ben niet alleen uw ouderling van dienst, ik sta hier ook namens het CVK, het College van Kerkrentmeesters. Want vandaag vieren we ook de start van de actie Kerkbalans. Straks bij het koffiedrinken zult u een klein taartje krijgen ter ere van de actie Kerkbalans. Maar ik wil er toch een paar woorden aan wijden voor u. De belangrijkste taak van het CVK, van het college, is het beheren van de financiën. Zodat we met elkaar een kerk kunnen zijn en kerk kunnen blijven. Ook in de toekomst. Kerk zijn kost namelijk geld. Dat zult u begrijpen. Denk aan de kosten van een predikant bijvoorbeeld. En daarbij opgemerkt, subsidies krijgen we niet. Het kunnen zijn en blijven van een kerkelijke gemeenschap is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van het College van Kerkraadmeesters. Het is een verantwoordelijkheid die bij ons allemaal ligt. Wie de recente begroting in het Kerkblad heeft gezien, die ziet dat er een tekort is. En dat tekort is er al jaren. Door lastige keuzes te maken wordt het tekort wel steeds minder. Bijvoorbeeld, we hebben nog maar 1 fulltime predikantenplaats. Er zit echter wel een grens aan die keuzes. Geen predikant is namelijk ook geen optie. Dan houdt het kerk zijn ook op. Gelukkig heb ik wel positief nieuws, want u kunt iets doen om die tekorten terug te dringen. Namelijk de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans bestaat dit jaar 50 jaar en ik roep iedereen op om guld te geven daar waar dat mogelijk is. Alleen met uw hulp kunnen we namelijk ook in de toekomst kerk blijven. Dan wou ik nu aan Nel, tezamen met Roderick en Constantijn, vragen of ze de kaarsen willen aansteken. Dank jullie wel, jongens. We wensen elkaar een goede dienst. En we beginnen de dienst door staande met elkaar te zingen Psalm 96, vers 1 en 3. Thank you.
Het is dag geworden. De zon is over ons opgegaan. Een nieuwe dag om in het licht van de eeuwige te leven. Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst. En wij mogen elkaar groeten en bemoedigen. Vrede zij u allen. Onze hulp is de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen. God, als het leven moeilijk is, als we bang zijn dat het nooit meer goed komt met deze wereld, laten er dan mensen zijn die blijven geloven en vertrouwen. Neemt u plaats. Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht. Laten wij bidden. Hier zijn wij, in deze kerk, op deze dag, met alles wat ons bezwaart en met alles wat ons verlicht. Hier zijn wij mensen van deze wereldtijd, die hun leven leiden met berusting, met gemis, met vreugde en rouw, met zorgen en met dankbaarheid. Dat is ons leven. Hier zijn wij in een wereld vol geweld, in een wereld met oorlog, in een wereld waar het geen pais en vree is. Dus wij bidden, Heer, ontferm u. En wij bidden om uw geestkracht van liefde, om ons leven te leven, soms met vallen en opstaan.
Wij bidden om verbeeldingskracht als het gaat om uw koninkrijk. Dat rijk dat komt en dat is. Amen. En dan mogen nu de kinderen naar voren komen voordat ze naar de kinderevendienst gaan. Want ik heb een verhaal. Kom maar naar voren. Kom maar gewoon ernaast zitten, vind ik wel gezellig. Het verhaal gaat over een eekhoorn en een mier. Wel eens een eekhoorn gezien? Ja. Mooi zo. En een mier? Ja. Goed zo. Dan weten we waar we het over hebben. Mieren zeker. Oké. Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. Gezellig, zei de eekhoorn. Maar daar kom ik niet voor, zei de mier. Maar je hebt toch wel zin in wat stroop? Vroeg de eekhoorn. Nou ja, een klein beetje dan. Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was. We moeten elkaar een tijdje niet zien, zei hij. Waarom niet? Vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langskwam. Hij had zijn mond vol met pap en keek de mier met grote ogen aan. Om erachter te komen of we elkaar zullen missen, vertelde de mier. Missen? Vroeg de eekhoorn. Missen, je weet toch wel wat dat is, antwoordde de mier. Nee, zei de eekhoorn. Missen is iets dat je voelt als iets er niet meer is. Wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou juist om. Dan zullen wij elkaar dus missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten? Jou? Riep de eekhoorn. Nou, zei de mier, schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legt zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier, dat moeten we nog maar afwachten. Dag! En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. Mier, riep hij, ik mis je. Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet, zei de mier. Ik ben nog niet eens weg. Maar toch is het zo, riep de eekhoorn. Wacht nou toch eens even, klonk de stem van de mier nog uit de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukennotenmoes of aan de verjaardag van de tor die avond. Maar dan miste hij de mier weer. 'S Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen 3 stappen gedaan of hij kwam de mier tegen. Moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier. Ik mis jou ook en ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja, zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen ze naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken. En waarom ik dit verhaal vertel, weet ik ook niet, maar daar hebben jullie het nog maar over. Heb je? Goed zo. Wij gaan zingen een hertaling van Psalm 46 door Sietse de Vries.
Marcus 1, vers 14 en 15. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Aansluitend aan de preek houden wij een kort moment van stilte en daarna zingen we over het Koninkrijk van God een lied uit Ter Zee. Gemeente van onze opgestane Heer, het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Zo begint Marcus zijn evangelie. En dat lijkt op het eerste vers van Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Marcus maakt direct zijn punt. Hij schrijft dus niet begin van het evangelie over Jezus Christus. Nee, het gaat van niemand anders uit dan Jezus Christus zelf. Johannes de Doper is bij de twee versen die wij vandaag overwegen al van het toneel verdwenen. Over hem wordt niet meer verteld dan dat hij gevangen genomen was. Overgeleverd staat er letterlijk. En datzelfde woord horen we wanneer Jezus zelf overgeleverd wordt in de handen van kwaadwillenden. Zo gaat het in het evangelie van overlevering naar overlevering. In die dubbelzinnige betekenis die dat woord overlevering heeft. En het leven van Jezus was al vanaf het begin een leven in een wereld vol dreiging. Ook zijn voorloper Johannes ging hem voor in een marteldood. En daarmee krijg je vanaf het begin van het evangelie al een idee van wat mensen die durven spreken in Gods naam te wachten staat. Na zijn beproeving in de woestijn en tegen de dreiging van de machthebbers die Johannes oppakte in, predikt Jezus goed nieuws. De tijd is vervuld, het koningschap van God is nabijgekomen. Keer om en vertrouw het evangelie. Bekeer u, is de klassieke vertaling. Kom tot inkeer, hoorde u net lezen in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar het gaat om innerlijk, niet alleen om innerlijk gedrag. Het gaat er niet om iets wat in je hoofd zich afspeelt. Het is sterker. Het raakt je hele bestaan. Het raakt hart en ziel. Lijf en leden, je doen en laten. Je moet op de goede weg terechtkomen. En daarvoor misschien wel een U-bocht maken. Keer om, zegt de stem van ons navigatiesysteem in de auto. Dan weet je dat je echt op de verkeerde kant uitgaat. Maar die stem zegt dat soms ook op de snelweg. Dus je moet het verstand niet uitzetten. Keer om, maar kijk wel uit. Het is opvallend dat Jezus die term koninklijk, koninkrijk en koningschap niet nader verklaarde. Dat blijkt later als hij het koninkrijk doet. Het goede nieuws, het evangelie gaat over het koningschap van God. Wat Jezus verkondigt bestaat niet. Het gebeurt. En als het niet gebeurt, is het er niet. En het gaat dus niet over het keizerrijk van Augustus. Het gaat niet over het koninkrijk van Herodes. Herodes die kinderen liet vermoorden en Johannes liet onthoofden.
Het goede nieuws is het koninkrijk van God. En het is bestemd voor deze aarde. Nee, niet voor de hemel. Daar is niks mis mee. De hemel is puik in orde. Het is op aarde waar het mis is. Op aarde moet een transformatie komen. Van individuele levens en van de samenleving. Het koninkrijk van God is een begrip en een belofte. Een opdracht. De opdracht is, kom tot inkeer. Kijk anders naar de wereld om je heen. Anders dan de wereld jou wil laten kijken. Want dan zie je alleen maar Herodes zijn gang gaan. Kom tot inkeer en laat je beeld bepalen door de droom van God met deze wereld. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Dat is waarom Jezus mens werd. Dat was volgens de evangelie zijn boodschap. Het koninkrijk van God is nabij. En daarover gaat het in de gelijkenissen die hij vertelde, de wonderen die hij deed. En het vormt ook het hart van het gebed dat we hier elke zondag bidden, het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Er is niet één enkelduidige betekenis van het begrip koninkrijk van God. Soms verwijst het naar de kracht van God die werkzaam is in Jezus' optreden, als genezer en als uitdrijver van demonen. Soms heeft het begrip een meer mystieke betekenis en verwijst het naar Gods aanwezigheid in mensen, in gebeurtenissen. Maar het kan ook verwijzen naar het koninkrijk aan het eind van de geschiedenis. Bijvoorbeeld in een tekst als in het evangelie van Matthäus. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel. De term koninklijk en koninkrijk heeft ook een politieke betekenis. Het koninkrijk der Nederlanden heeft een parlementaire democratie met daarboven een koning. Maar de koning is in zijn macht beperkt door de grondwet. Maar in Jezus' dagen was het koninkrijk een systeem waarin een machtige en rijke elite de baas was. En de baas wenste te blijven. Dus als Jezus het begrip koninkrijk van God of koninkrijk van mijn vader gebruikte, dan was het contrast duidelijk. Dan ging het dus niet over Augustus, dan ging het niet over Herodes. Wat is dan de betekenis van het koninkrijk van God? In één zin, wat het leven op aarde zou zijn als God koning zou zijn en niet de heersers van deze wereld. Het koninkrijk van God gaat over Gods gerechtigheid en niet het alomheersende onrecht waarvan wij getuigen zijn. Evangelist Matthäus spreekt trouwens ook vaak over het koninkrijk der hemelen. Vermoedelijk omdat Joden vermijden de naam van God te gebruiken. Maar het koninkrijk der hemelen leidde tot de veronderstelling dat Jezus het over de hemel had. Over het hiernamaals. Een misverstand dus. Maar wij bidden zoals het moet. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Het gaat om vrede en gerechtigheid. Daaraan herken je de tekenen van het koninkrijk. Het is nabij, zegt Jezus. Dat betekent dichtbij in de tijd, spoedig. Maar het woord dat daar staat kan ook betekenen is gekomen. Het koninkrijk is nabij, onder handbereik. Raak betrokken en laat het niet alleen aan God over. Maar, en nu kijken we
naar de andere kant. Jezus moest niets van de zeloten hebben. De zeloten wensten strijd. Die wilden het koninkrijk zelf fixen. Hoe dan ook. Want God vroeg immers ijver voor de Torah. Alleen in een rein land zou het koninkrijk van God kunnen verschijnen. Jezus vertelt dan een gelijkenis die een antwoord zou kunnen zijn op die storm en drang van de zeloten. En hij zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Zoals zaad in de grond groeit, zo groeit het koninkrijk, als vanzelf. De ontplooiing van het rijk valt niet tegen te houden. Gods reddende komst staat vast. Zoals ook zeker is dat eens geoogst kan worden na het zaaien. Maar organische groei vraagt om tijd. Vraagt om te gaan slapen. Ook weer om op te staan. En niet weten hoe de groei gaat. Er is een stille kracht die doorwerkt. Jezus zaaide het zaad van het koninkrijk. En wij in zijn voetsporen mogen hetzelfde doen. Deze gelijkenis over het koninkrijk die Jezus vertelt is geen appel tot passiviteit, maar het is een appel om vertrouwen te hebben. Tot slot, ik vertel u een chassidische legende. Dat is wijsheidsliteratuur, volksverhalen uit een Joodse mystieke stroming in Polen, sorry, aan het begin van de 18e eeuw. Meestal met een niet te missen boodschap. In een dorpje in Polen woonde eens een bijzondere rabbi. Hij was niet alleen een goede leraar, hij was ook vriendelijk en wijs. De mensen hielden veel van hem. Sommigen noemden hem een wonderrabbi. Ze zeiden: elke morgen voor het gebed stijgt onze rabbi op naar de hemel. Want het vreemde was dat de rabbi geregeld voor het gebedsuur verdwenen was. Zie je wel, zeiden de mensen, hij is opgestegen naar de hemel. Daar knielt hij voor de troon van God om voor ons te bidden. Op een dag kwam er een nieuwe kleermaker in het dorp. Hij hoorde de verhalen en zei: het zal allemaal wel, maar in het dorp waar ik vandaan kom, hebben we ook een heel goede rabbi. Nou, zeiden de dorpelingen, die van ons stijgt geregeld op ten hemel. De kleermaker begon te lachen. Heb je dat dan wel eens gezien? Nee, niemand had het gezien. De kleermaker zei tegen zijn vrouw: waar zijn we hier terechtgekomen? De mensen zijn dom. Hoe verzinnen ze het? Weet je wat? Ik ga morgenochtend heel vroeg kijken wat de rabbi tijdens het morgengebed, het ochtendgebed uitvoert. De volgende morgen ging de kleermaker voor dag en dauw op pad. Alleen in het huis van de rabbi brandde licht. De kleermaker verstopte zich. Even later kwam de rabbi naar buiten in werkkleding en hij droeg een jutezak. Daarmee liep hij naar een bos. Op afstand volgde de kleermaker. In het schemerlicht zag hij hoe de rabbi hout sprokkelde en de jutezak vulde. Met een zak vol hout liep de rabbi naar het dorp en schoot een steegje in. De kleermaker zag hem een verwaarloosd huis ingaan. En hij gluurde daar naar binnen. Een oude vrouw lag
in bed. Het zag er niet goed uit. De rabbi lag op zijn knieën voor de kachel. Terwijl hij het hout in de kachel deed, sprak hij het eerste deel van het voorgeschreven morgengebed uit. Bij het aansteken van het hout zei hij het tweede deel van het gebed. En terwijl het vuur opvlamde, zong hij het laatste gedeelte van het gebed. Ontroerd keek de kleermaker toe en liep beschaamd terug naar huis. En, vroeg zijn vrouw, steeg hij op naar de hemel? Ja, zei de kleermaker zacht, hij is heel dicht bij de hemel. Tot zover deze chassidische vertelling. Wat ons te doen staat, is speuren naar tekenen van het koninkrijk. Het is nabijgekomen, zegt Jezus. Nabij, dat wil zeggen, het is onder ons werkzaam. Niet massief, niet grijpbaar, maar we kunnen symptomen zien. De Bijbel noemt dat tekenen. Een teken is een zichtbaar en voor de goede verstaanbaar, herkenbaar signaal. Alles wat goed is en schoon. Iedere weldaad ons bewezen. Ieder blijk van mensenliefde en pogingen de humaniteit te bewaren of de schepping te behoeden. Tekenen dat het koninkrijk Gods nabij is. Wie het ziet, weet dat er meer komt. Het is een voorschot op wat komen gaat. Het vertroost en geeft moed. Amen. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
De bloemen hier naast mij die gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Maaike Bangma. In de bezorging is reeds voorzien. Straks bij de uitgang de collecte. En u kunt ook via de app geven. De helft is bestemd voor Kerk in Actie, het Binnenlands Diaconaat. Een kwart voor de eigen kerk en een kwart voor de diaconie. Mag ik u uitnodigen te gaan staan? Wij gedenken Kees Bitter. Kees werd geboren op 20 mei 1945 en stierf op 12 jaar. En stierf op 12 januari. Hij was een tijd ziek, maar nu is hij thuis overleden. Tot voor kort liep hij nog rond, zong in de kantorij bij de bassen. Ik denk dat hij nog meezong bij de vesper in de advent, al weet ik dat niet zeker. Ja, dat zie ik. Kees was een doener, niet zo'n prater. Hij maakte jarenlang deel uit van de kostersploeg. Zat in het A-team dat de grote kerk klaarmaakte. En hield toezicht bij concerten en dergelijke. Hij bezorgde het kerkblad en was actief betrokken bij de voedselbank. Hij was bescheiden en stond niet graag op de voorgrond. Zou ook niet snel zijn stem verheffen. Maar omdat hij tot voor kort nog zeer actief was, is er gemis. Niet alleen voor Thea, de kinderen en de kleinkinderen, maar ook voor onze gemeente. Hij was van huis uit katholiek, maar was helemaal thuis in onze gemeente en in de grote kerk. Een man om van te houden. En er werd van hem gehouden. Op maandag 22 januari zal er naar zijn wens een bijeenkomst worden gehouden in het crematorium van Laren. De bijeenkomst zal een informeel karakter hebben en begint om 10:30, 22 januari, dat is morgen over een week. Ik lees 1 Korintiërs 13 in een bewerking van Karel Eijkman. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken en wist ik wijze woorden op ieder gebied, maar had ik de liefde niet, dan was het toch meer wat trommelgekletter, gezwets en geschetter, had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel het hoogste lied, maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en billen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde ben ik nergens. Zonder liefde stel ik niets voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik eraan onderdoor. Want liefde is echt en liefde is aardig. Is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen. Die ieder verdriet, ook de dood, kan overwinnen. Neemt u plaats. Laten wij danken en bidden. U zeggen wij dank. Uw naam zij geprezen. Dat moet het vertrekpunt zijn voor onze gebeden. Jezus, uw Zoon, verkondigde dat rijk, uw rijk, en deed het voor. In tekenen van heling, van liefde, maar ook profeterend, richtingwijzend. Wat vraagt gij nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op uw weg? En soms raken we ontregeld door het rijk, waar de laatste de eerste wordt, de vreemdeling een zoon of dochter wordt. Dat bevalt ons niks, want we doen toch ons best.
Help ons om te doen wat onze hand vindt om te doen. Help ons aan geduld om te vertrouwen op de kiemkracht van het zaad van het koninkrijk. Nodig ons aan uw maaltijd, waar u zelf de gastheer bent. Dat perspectief helpt ons in het nu. Dat wij leven naar u toe. En vandaag bidden wij voor Thea Bitter, de kinderen en de kleinkinderen, nu Kees is gestorven. Wij danken u voor zijn leven, voor wie hij was. En wees met hen in het gemis dat zich aandringt, dat zich aandient. Wees met allen voor wie de rouw rouw is. In de stilte komen we bij u. Om Christus wil. Amen. Wij wachten tot de kinderen terug zijn en daarna bidden wij samen het Onze Vader. Dankjewel. We hebben even op jullie gewacht en nu gaan we samen het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot een eeuwigheid. Amen. Zingen wij staande ons slotlied, komen ooit voeten, gevleugeld mij melden de vrede. Thank you.
Hier eindigt deze dienst en begint uw dienst in de wereld. Dat onze handen zich blijven openen voor God en voor elkaar. Dat onze voeten de weg van vrede gaan met elkaar. Dat onze tong de woorden vindt die helen en troosten in zorg om elkaar. En dat in ons Gods licht niet dooft. Daartoe zegenen en behoeden u de Eeuwige. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.